Oké, ik ben Marco Stoltenborg en ik werk voor Amsterdam Airport Schiphol. En wat doet u daar precies? Ik werk bij capaciteitsmanagement. Dus wij maken eigenlijk plannen voor de lange termijn qua capaciteitsontwikkeling. En vooral de integraliteit van alle projecten om elkaar af te kunnen stemmen. En zorgen dat alle capaciteitsvraagstukken geleerd aan elkaar worden om zodoende een integraal plaatje te kunnen maken. En dan te kijken hoe op lange termijn Schiphol capacitair gezien eruit moet gaan zien. Hoe reist u naar Schiphol? Merendeel met de trein. Soms fiets ik, maar meestal met de trein. En wordt dat ook echt aangemoedigd door Schiphol? Is daar een beleid op? Er is wel een systeem dat je inderdaad makkelijk OV-kaarten kunt krijgen. Er is natuurlijk een fietsenplan waar gebruik van gemaakt wordt. Dus op zich is het qua reizen wel heel erg aangemoedigd om met de trein te kunnen gaan komen inderdaad. En is het voor uw functie noodzakelijk dat u er alle dagen bent? Het zou niet altijd hoeven, maar je merkt wel dat natuurlijk vaak bij besprekingen toch wel handig is dat iedereen erbij is. Dus je merkt wel dat je, ondanks dat je wel makkelijk thuis zou kunnen werken op bepaalde momenten, elkaar wel opzoeken op kantoor om zodoende besprekingen te kunnen gaan houden. Denkt u dat het vooral ook tussen de oren zit dat mensen het niet goed durven om thuis te werken of dat ze het misschien gewoon niet willen? Ik denk bij onszelf op de cultuur en de afdeling is dat het wel redelijk kan. Maar ik denk dat mensen wel vaak zichzelf willen laten zien dat ze er zijn om zodoende gezien te worden en een soort bewijs te leveren dat ze ook aan het werk zijn. Maar ik denk dat bij ons op het werk zelf dat het relatief makkelijk is om thuis te kunnen werken als je dat zou willen. Wat kan er nog beter? Wat kan er beter? Ik denk dat natuurlijk de hoofdverbindingen allemaal prima zijn. Maar ik denk vooral mensen kijken naar het stukje transport naar een station toe. Wat ik voor veel mensen vaak een belemmering is qua tijd en qua afstand. Dus ik denk dat daar een stukje qua natransport en voortransport een stuk beter zou kunnen gaan worden. Nederland in 2020. Rijden we dan filevrij over de weg naar Schiphol? Of hebben we allemaal gratis OV naar Schiphol? Ik denk filevrij is eigenlijk erg ambitieus. Ik denk wel dat heel veel gedaan wordt om het te bemoedigen, maar of dat nou haalbaar is. Ik denk dat heel veel mensen toch graag met een eigen auto mobiel blijven en toch lekker droog, makkelijk bij hun werk terechtkomen. Dus ik denk wel heel wat te doen om dat te kunnen bereiken. Oké, hartelijk dank. Graag gedaan. Dank je.